beste Amazon-leeuwen. Aarzel jij nog om te starten met Amazon? Nou ja, als jij nog aarzelt, dan is het antwoord eigenlijk heel erg simpel van wat je dan moet doen. Namelijk, start gewoon. Nou, natuurlijk komt er wel meer bij kijken dan alleen starten. En dat gaan we vandaag ook in deze video bespreken. Dus waarom aarzelen mensen überhaupt om te starten met Amazon? Wat ik vaak zie gebeuren is dat mensen alle stappen willen weten voordat ze beginnen. Dus ze beginnen bij stap 1, 2, 3, 4, 5 en zo gaan ze alle stappen doornemen en die willen ze ook allemaal begrijpen. Bijvoorbeeld bij stap 5 lopen ze vast, ze begrijpen een dingetje niet of komen ergens niet uit. En dan denken ze van ja, laat maar zitten, ik snap het niet, dus ik kap ermee. Maar dat is niet hoe je moet denken. Je bent pas bij stap 1, dus bij stap 1, dat is waar je op dit moment op moet focussen en waar je ook gewoon mee moet beginnen. Je kunt niet in één keer van stap 1 naar stap 20 gaan. Zo werkt het simpelweg niet. Mensen willen zich perfect ingelezen hebben. Ze willen elk detail weten. En zo werkt het nou eenmaal niet. Want Amazon is continu aan het veranderen. Er komen continu nieuwe producten bij, nieuwe regeltjes bij. Gewoon de markt verandert op zichzelf. Dus je kunt nooit alles perfect weten. Het gaat erom dat je gewoon start. Laat je niet tegenhouden al die kleine details. Ik snap dat je gewoon het proces goed door wil nemen. Maar begin bij stap 1. En als je manager iets tegenkomt wat je niet begrijpt, dan ga je op dat moment ermee aan de slag. Maar niet al over stap 20 gaan nadenken en helemaal moeilijk gaan zitten doen, terwijl je nu eigenlijk pas bij stap 1 bent. Je moet gewoon starten. Dat is het belangrijkste. Of ik hoor mensen soms zeggen, ja, maar ik heb de kennis niet of het geld niet om te starten. Kijk, op dit moment moet je daar niet mee bezig zijn. Je moet gewoon kijken van, oké, wat is de eerste stap? Kan ik die eerste stap al doen? En daarna ga je kijken van, oké, op het moment dat je bijvoorbeeld tegen een stap aanloopt van, oké, ik heb nu wel meer geld nodig. Dan ga je bedenken van, hoe ga ik aan dat geld komen? Misschien maak je een spaarplan. Misschien ga je wel op marktplaats dingen zitten handelen. Gewoon echt even hustle mode. Misschien, ja, kijk, als jij gewoon een creatieve oplossing bedenkt om aan dat geld te komen, misschien nou, pak je wel een hele simpele oplossing, misschien ga je wel gewoon even wat extra bijwerken. Maar het gaat erom dat je die stap waar je nu op vastloopt, dat je die uit de weg gaat. Ook met op basis van kennis van, als je echt er niet uitkomt, je bent online informatie aan het zoeken en je komt er gewoon niet uit, koop desnoods gewoon een betaald programma of zoek online naar een soort van mini-cursus die je kunt kopen. Kijk, het gaat er gewoon om dat je die stap waar je nu bent, zoals ik zei, dat je die uit de weg gaat. Dat je gewoon heel concreet bedenkt, hoe kan ik deze stap, hoe kan ik hier voorbij komen? Want dan kom je iedere keer een stapje dichter bij je doel. Een voorbeeld van gratis info die je online kunt vinden is het stappenplan wat je hieronder in de beschrijving kunt downloaden. Ik heb het helemaal in elkaar gezet zodat jullie gratis alvast kunnen starten met Amazon. En het legt het proces van A tot Z uit. Dus laat je vooral niet tegenhouden vanwege kennis. Want zoals ik zei, het is gratis te downloaden hieronder in de beschrijving. Ik ben zelf ooit ook zo begonnen. Ik ben gewoon online op YouTube filmpjes gaan zoeken, online cursussen gaan bekijken. En uiteindelijk kwam ik er gewoon achter van, het is heel erg simpel. Je start met marktonderzoek, vervolgens vind je een product wat geschikt is en pak je ook een bijbehorende fabrikant daarvoor. Als je die fabrikant gecontacteerd hebt en je hebt je product daar ingekocht, dan kan je het naar Amazon toe verschepen. Op Amazon verkoop je het, je lanceert het daar. Dus je zorgt ervoor dat je op pagina 1 komt. Als je eenmaal op pagina 1 staat, dan is het simpelweg advertenties draaien. En dan blijft je product op pagina 1 en maak je gewoon die sales. Zo simpel is het. En dat blijf je gewoon herhalen, herhalen en herhalen. En dan zul je zien dat je Amazon business eigenlijk als een soort van sneeuwbal blijft rollen. En op die manier kan je gewoon echt een groot bedrijf opbouwen. En wat ik ook mensen heel vaak hoor zeggen van, ja, maar de concurrentie op Amazon is te hoog. Nou, sowieso overal is concurrentie, dus ik vind dat sowieso geen argument. Maar los daarvan, in 2018 had Amazon 500 tot 600 warenhuizen waar ze producten opsloegen. Op dit moment zijn het er 900, dus bijna verdubbeld. En daarbij probeer ik te zeggen van, denk eens even logisch na. Van oké, ze hebben meer warenhuizen, dus er komen ook meer producten. Als er meer producten komen, wat betekent dat? Er komt meer aanbod en is er dus blijkbaar ook meer vraag. Er zijn ook meer mensen die iedere keer die producten willen kopen. Dus iedere keer blijft Amazon groeien en blijven dus ook nieuwe producten bijkomen. En als er dus nieuwe producten bij blijven komen, blijven er dus ook nieuwe kansen ontstaan. En zo moet je er gewoon logisch over nadenken. En daarbij, Amazon heeft op dit moment meer dan 100 miljoen ingeschreven creditcards. Dat betekent dus dat meer dan 100 miljoen mensen spullen kopen bij Amazon. En elk jaar groeit dat nummer nog weer meer en meer en meer. En bedenk gewoon bij jezelf van oké, als er een bepaald aanbod is om voor de markt om verzadigd te zijn, moet dat aanbod, moet volledig de vraag
benutten. Maar dat is niet zo, want iedere keer de vraag blijft stijgen en het aanbod komt gewoon iedere keer tekort. Dus iedere keer blijven er nog weer kansen liggen. En het is ook niet zo dat de markt ineens vol zit. Dat hoor ik mensen ook wel eens zeggen. Maar het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want kun je bedenken dat als er bijvoorbeeld 10 verkopers zijn, dat er dan een soort van limiet op zit. Van oké, nu is het vol. Nu kan niemand meer wat aanbieden. Nee, zo werkt het niet. Het is gewoon een gezonde markt. Hij blijft ook ieder jaar groeien. Dus er blijven ook kansen bijkomen. En daarnaast moet je ook bedenken dat 97% van de verkopers op Amazon heeft gewoon niet echt een idee hoe Amazon nou precies in elkaar steekt. En als jij wel die kennis hebt, dan ben je dus al gewoon een stapje voor op die mensen. Bijna alle sales komen van die mensen die dus wel weten wat ze aan het doen zijn. En die informatie kun je hier op YouTube vinden, maar dat is nog niet alle informatie die er over Amazon beschikbaar is. Er is nog veel meer informatie beschikbaar over Amazon die niet op YouTube te vinden is, die niet zomaar online te vinden is. En daarom heb ik ook een gratis training in elkaar gezet. Deze duurt wel 1,5 uur, dus maak er even tijd voor vrij. En daarin leg ik gewoon van A tot Z uit hoe Amazon werkt. En dat is wel echt exclusieve informatie die ik hier sowieso niet op YouTube ga delen. Deze informatie is alleen voor mensen die serieus aan de slag willen. En ik deel deze gratis live training hieronder in de beschrijving. Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal plekken vrij. Helaas, ik kan niet voor zoveel mensen die presentatie geven. Maar als je er gewoon tijd bij bent, kun jij hem nog volgen en kan jij nog gebruik maken van deze unieke kans om te starten met Amazon. En om deze video nog af te sluiten, wil ik het nog één keer herhalen. Laat je alsjeblieft niet afleiden door negatieve gedachten. Laat je niet afleiden door vrienden die zeggen dat het niet kan, door familie die je naar beneden haalt. Onthoud gewoon, dit is gewoon een unieke kans. Je kan hier zeker wat mee bereiken. En laat je ook vooral niet tegenhouden vanwege geld. Heel veel mensen zeggen van ja, ik heb niet genoeg geld. Kijk, ik zeg altijd vanaf 2000 euro kun je serieus beginnen met Amazon. Ik heb daar ook een video over dat uitgebreid uitlegt van oké, waar is dan die 2000 euro op gebaseerd? Die kan je eens even bekijken, staat ook op mijn YouTube kanaal. Maar waar het om gaat is van die 2000 euro, het lijkt nu best wel een hoog bedrag. Maar bedenk eens van oké, stel alles gaat fout en je verliest die 2000 euro. Dat is niet het einde van de wereld. Op een levensspanne is 2000 euro echt heel erg weinig. En bedenk ook van, waarom? Waar geef je die 2000 euro aan uit? Kijk, normaal geef je misschien aan de tv uit, aan mooie kleren. Maar uiteindelijk voegt dat niet echt iets toe aan je leven. Dit kan echt iets levensveranderends teweeg brengen. Met die 2000 euro kun jij misschien in de toekomst wel duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen gaan verdienen. Dus waarom zou je dat risico nu niet nemen? Bedenk ook bij jezelf van, waar sta ik over een jaar als ik nu die investering doe? Dus probeer gewoon echt een oplossing te zoeken als je het geld niet hebt. Probeer gewoon een spaarplan te maken. Probeer iets te bedenken hoe je je inkomen kan verhogen. Zodat je gewoon kunt starten. Want starten is uiteindelijk gewoon echt het belangrijkste. En onthoud ook van, zoals ik net zei, die 2000 euro verliezen is een worst case scenario. Het is het scenario waarin jij weer niet goed je best hebt gedaan. Waar je niet goed hebt ingelezen. Waarbij je echt maar wat aan het doen bent. Maar als je gewoon de juiste info hebt, dan ben je gewoon echt gericht iets aan het doen. Je weet waar je mee bezig bent. Dus die kans dat het überhaupt fout gaat, is gewoon al veel kleiner. Zoals ik net zei, 97% van de mensen op Amazon weet niet precies wat ze aan het doen zijn. En die 3%, daar kan jij bij horen, dat zijn de mensen die gewoon snappen hoe de strategie werkt en op die manier kunnen winnen van de rest. En zoals ik zei, vergeet ook vooral niet wat het je wel niet kan brengen. Het gaat jou straks een passief inkomen opleveren, waarmee je misschien je 9 tot 5 of je studie kan opzeggen en gewoon eindelijk de dingen kan doen die jij echt wil doen. Dus voor de laatste keer jongens, wees gewoon niet bang om te starten. Ik geef je nu de gratis tools, het stappenplan, de gratis training die je allemaal hieronder in de beschrijving kunt vinden. Ik geef je die tools. Pak die tools dan ook gewoon aan en pak gewoon die kans. Ik zag vandaag dat Amazon NL eindelijk helemaal live is. Je kunt nu alle producten op Amazon.nl kopen. Ik ga hier vast nog wel een losse video over maken. Maar weet ook van, oké, het balletje gaat ook rollen nu op Amazon Nederland. Dus zeker nu is gewoon de kans om te starten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet niet te subscriben en te liken. En dan zie ik jullie in de volgende.